Hi, welkom bij de presentatie Recht en Bestuur. Mijn naam is Lisa en ik studeer rechtsgeleerdheid aan Tilburg University. Vandaag ga ik jullie meenemen over onze groene campus en jullie wat meer vertellen over deze opleidingen. Maar eerst krijgen jullie wat meer te weten over het studiekeuzeproces. Die vallen onder recht en bestuur. Zoals je ziet hebben we 4 Nederlandse en 1 Engelstalige opleiding. Bij Global Law zit je samen met internationale studenten en op Tilburg University hebben we wel 100 verschillende nationaliteiten rondlopen. Mocht je nou afvragen waarom je in Tilburg wilt studeren, kijk dan even naar het volgende. Leuke studentenstad is Tilburg, hè? Ik ga je nu wat meer vertellen over deze opleidingen aan de hand van een voorbeeld. Voetballers krijgen de laatste tijd steeds vaker te maken met racisme. Dit zie je ook veel in het nieuws. Er worden bijvoorbeeld oerwoudgeluiden geroepen of vervelende liedjes gezongen. De vraag is wat we hier met z'n allen aan kunnen doen. Misschien kan het recht er wel een rol in spelen. We gaan eerst even kijken naar het straf- en het privaatrecht. Via het strafrecht kunnen we de daders opsporen en ervoor zorgen dat ze een goede straf krijgen. Ook kunnen via het privaatrecht wat doen. Zo is de KNVB bijvoorbeeld een privaatrechtelijke organisatie en zij kunnen een stadionverbod opleggen als ze weten wie de daders zijn. Ook kunnen de daders een boete krijgen van €450. Bij bestuursrecht gaat het in deze kwestie om een hele hoop andere vragen. Bijvoorbeeld, hoe kan de gemeente in zulke situaties een rol spelen? Wat kan het bestuur doen? En hoe kan de overheid helpen om racisme te stoppen? Bij Global Law kijken we naar een hoop andere kwesties. Stel je voor dat het een internationale wedstrijd was en dat er supporters aanwezig waren van verschillende landen. Waar kan een zaak dan aanhangig gemaakt worden? En welke regels spelen er precies een rol? Bij Global Law leer je dat landen verschillende regels en wetten hebben, maar dat er ook een hoop internationale overkoepelende regels zijn. Bij het ondernemersrecht en het fiscaal recht kijken we heel anders naar deze kwesties. Bij het ondernemersrecht kan bijvoorbeeld de vraag zijn wat een sponsor kan doen als hij het niet helemaal eens is met de acties van de club. Wat zijn dan de rechten en plichten van zo'n sponsor? Bij het fiscaal recht gaat het ook weer om hele andere zaken. Bijvoorbeeld, wat gebeurt er als ze een boete krijgen? Is zo'n boete dan fiscaal aftrekbaar? Met rechten ga je kijken hoe de wet werkt, hoe je de wet toe kan passen. Maar vooral, en daar komt weer een beetje dat wetenschappelijke om de hoek kijken, hoe de wet beter kan. Waarom bepaalde wetten gemaakt zijn, wat de gedachte was achter die wet. Hoe de ene wet in contact staat met de andere wet. Super interessant, en als je een beetje van lezen houdt, denk ik echt dat rechten wel een studie voor jou is. Na je studie rechten kan je bijvoorbeeld ook het toga-beroep gaan beoefenen. Advocaat, rechter, officier van justitie. Nou, aan de andere kant van dit cluster staat bestuurskunde.
Bestuurskunde gaat er meer over hoe je de overheid moet inrichten. Of over hoe je een publieke instelling moet inrichten. Denk aan ziekenhuizen, scholen. Al dat soort dingen. Maar ook hoe de politiek werkt. Gemeentepolitiek, provinciale politiek. De politiek landelijk. En dan is er nog Global Law. Engelstalige opleiding waar je gaat kijken hoe het recht in internationaal perspectief werkt. Super interessant dus. Ik hoop dat je zo genoeg informatie hebt gehad over deze opleidingen. Mocht je nog meer vragen hebben, dan beantwoord ik die graag voor je op een open dag. Misschien zie ik je dan. Tot snel!